Dat is mij zo goed aan het helpen. Als iemand graag eens wil komen knuffelen met Sheldon, meld u hier beneden aan. Die zijn. Sorry, maar zo vies. Ik heb echt zoveel, zoveel spijt. Goedemorgen iedereen en welkom bij weer een nieuwe vlog op ons YouTube kanaal. Vergeet zeker niet te abonneren als jullie nog niet geabonneerd zijn. Ik ben al even wakker. Het is nu 10:30. Ik ben van 9 uur op. Ik heb al een vlog gemonteerd en wat werk gedaan, want ik moet naar de bank binnen 20 minuten. Ik moet me nog omkleden, dus dat ga ik direct doen. Ik ga mijn papieren ook al meenemen. En ik denk dat ik in mijn workout kleren ga. Dan kan ik misschien erna nog gaan fitnessen. Ik ga zien. Misschien dat ik nog eens in Bilzen ga fitnessen. Aangezien ik toch daar ben. Maar ik ben niet zeker. Ik ga nog zien. Wat is er trouwens met het weer? Het hagelt hier echt keihard. Ik weet niet of jullie dat zien. Maar het hagelt hier echt super hard. Ja, jullie zien mijn reflectie. Hè. Ik ben terug van bij de bank. En ik ben ook nog even naar de notaris geweest. Ik heb niet heel goed nieuws van de bank gekregen, maar oké. Ik ga nog niet te snel doemdenken of slecht denken. Ik ga even afwachten. Oh. Ik heb echt zoveel, zoveel spijt van de afgelopen 2 jaar. Van dat huis. Oh. Maar oké. Wat voorbij is, is voorbij zeker. En ik heb er ook wel echt mijn lesje uit geleerd. Uit de afgelopen 2 jaar. Het zijn echt tot nu toe de 2 rotste jaren van mijn leven geweest. En dat huis ook. Ik heb al mijn geld erin gestoken. Alles wat ik had. We hebben allemaal voor niks. Allemaal voor niks. En ja. Oké, maakt niet uit. Ik ga even terug een beetje positive thoughts laten flowen. En ik ga even lopen, denk ik. In de fitness, op de loopband. Half uur even alles eruit lopen. Ik ben echt ambetant. Maar ik heb mij voorgenomen om 2018 veel positiever te zijn. Wat de tegenslagen ook mogen zijn. Hoe kut ik mij ook voel over de afgelopen 2 fucking jaar. 2 kutjaren. Ik snap gewoon niet dat ik zo dom ben kunnen zijn. Zo dom ben kunnen zijn. Mij zo heb kunnen vergissen. Ja. Oké. Ik ga lopen. Het is nodig. En zoals gezegd, 2018. Positief blijven. Dus ik ga terug mijn positiviteit zoeken. Even in de fitness. En dan ben ik straks terug helemaal zen. Ah, tot straks. Terug in de auto. Dit deed echt zo goed. Ik heb eigenlijk iets langer gesport dan ik had gedacht. Ik was zo in de mood. En het voelde zo goed. Ik heb 1/2 uur gelopen ongeveer. Allee, een kwartier gelopen. En dan heb ik zo intervalletjes gedaan. Dus 2 minuten wandelen, 1 minuut heel hard lopen. 2 minuten wandelen, 1 minuut heel hard lopen. Om echt alle frustraties eruit te lopen. En dan heb ik nog een heel deel oefeningen gedaan. Dan heb ik nog trappen gedaan. Dan heb ik nog gefietst. Ik heb een paar beelden met mijn iPhone gefilmd. Dus ik zal die nu
invoegen. Sumo squats. Ik heb net 30 minuten gelopen. Dat deed wel goed. En nog een paar gewone squats. Amai, ik ben buiten adem. Hey. Ik ben terug thuis. Ik heb een pakje aangekregen. Van Lounge. Lounge, gewoon van Lounge. Het is van Lounge Underwear. Dus ik hoop dat het ondergoed is. Even kijken. Oeh, amai, dat is mooi. Dat is wel een small. Oh nee, 32C. Oei, oei. Ik vrees dat dat heel wat te klein gaat zijn. Want ik heb zoal een bralette BH van hun gehad. Een kaki groene van Kant. En daar had ik ook 32C. En nu heb ik mijn maat niet opnieuw doorgegeven. Oeps. En dat was veel te klein. Ik zou 34D moeten hebben. Anders past dat niet. Maar ik ga het straks eens proberen. Eens zien. En dan is dit. Oeh, mooi. De ja, string voor erbij. Maar ik vind het stofje wel heel mooi. Zo satijn, paars satijn. Gaat wel mooi zijn. Maar ik vrees dat het te klein gaat zijn. Ik ga nu werken, want ik moet best nog wel wat doen. Ik moet nog sowieso nog één vlog editen voor dit kanaal. Één video editen voor Totally Too. Dan nog een video voor dit kanaal editen. Ik had trouwens gezegd in een video in Hoefalize dat we een speciale video hadden opgenomen. Maar die beelden zijn dus gewoon foochie, gewoon verdwenen. Dus die video ja, zal er niet komen, maar ik denk wel dat we die opnieuw gaan maken. Maar die zal niet voor direct zijn, maar ik heb wel nog een ander soort speciale video voor jullie, die ik wel dan vandaag ook ga editen. Ik moet nog mails doen van Totally Too, plus de mails van mezelf gewoon. Mijn ja, dingen van de bank op orde brengen. Oh, ik moet nog best veel doen en deze avond gaan we naar Sam zijn ouders eten. Maar ik ga eerst beginnen met iets te maken om te eten, want het is 2:30 en ik heb geen middag gegeten, nog niet. Ik heb om 9 uur ontbeten, maar ook niet heel veel. Ik heb, denk 6 rijstkoeken met kaas gegeten, maar ja, rijstkoek is niet zo vullend. Voor je, Talisa, ik moet echt terug beter worden in goed eten, goed sporten, goed slapen, al mijn zaken op orde hebben. Echt waar, 2018 wordt een goed jaar. Ik moet positief denken. En alles gaat allemaal goed komen dit jaar. Ik voel het. Oké, ik ben soep aan het maken. Hier zo, courgette. Ik heb ze wel geschild, omdat er zo bobbeltjes op de schil zaten. Want die courgette ligt hier wel even, dus ik dacht ik ga dat schillen. Dan voor de zekerheid. Maar ik wou die courgette nog opmaken. Dan ga ik wat soep eten. En ik zit hier ook Maltesers te eten. En ik heb juist een workout gedaan. Hè. Maar kijk hoeveel snoep. En M&M's trouwens. Dit. M&M's hazelnoot. Die zijn, sorry, maar zo vies. Echt waar. Ik vind de peanuts M&M's echt de lekkerste. Ja? Ja. Dat is niks voor u, schatten. Maar de hazelnoot. Ik was echt dat pak in de week daarvan aan het eten. En ik dacht, ik zei tegen Sam, er zitten echt M&M's bij die heel vies smaken. Wat is er mis? En toen zag ik pas dat dat 2 gemixte smaken waren.
Oh, hazelnoot. Echt niet lekker erin. Maar Maltesers zijn wel lekker. Kijk, muffin liggen. Muffin, alles oké? Zijn je naar de wolken aan het kijken? Naar de wolken aan het kijken? Oh, en nog lenig doen ook? Een beetje show wat je kunt. Hè? Hey. 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 Ah. Een dikkietje. Een dikkietje. Ja. Cutie. Het is ondertussen 6:30 en ik zit hier nog steeds. Oh. Ik heb wel een heel veel gedaan van mijn to-do-lijst. Dit is mijn to-do-lijst. En ja, ik heb best wel veel gedaan. Dus dat is goed. Want donderdagochtend gaan Celine en ik weg. En naar Disneyland Parijs tot zaterdag. Dus ja, ik wil alles gedaan hebben en ik wil ook video's ingepland hebben. Tot dan eigenlijk. Maar ik weet niet of dat gaat lukken. Zullen we zien. Maar ja, ik heb nog wel wat werk. Dus ik ga nog even doorwerken voordat Sam thuis is. Want dan gaan we naar zijn ouders. Ik denk rond 7:30, 7:30. Dus nog heel even doorperen. En kijk hoe dat Sheldon hier altijd zo komt zitten. You're so funny. You're such a funny cat. Yes. I love you. I love you. I love you. I love you. Do you love me? You love me, Shelly? Oh, oh. You eyed me. You love me, yes. Kijk, schattig. Zo zit die hier dan, hè? Zo zit die hier dan, hè? Ja, hè, terwijl mama aan het monteren is, hè? Ja. Dat gaat met schoon. Kom maar. Kom maar. Kom maar hier. Kom maar. Kom. Kom. Kijk, het is op mijn arm staan. Zo'n knuffeltje bij je. Ja, hè? Sheldon loves to cuddle. Mijn dikke vriend. Als iemand graag eens wil komen knuffelen met Sheldon, meld u hier beneden aan. Hè, Sheldon? Sheldon knuffelt echt heel graag. Dat is echt zo'n knuffelkat. Als je in de zetel ligt, s'avonds ook, die kan ze op u leggen. Dat is echt een knuffelbeer. Hè, schat? Ja, je geeft graag knuffeltjes, hè? Allee, man, viezerik. Hey. We gaan naar huis. Het is 9:30. En we moeten nog zoveel doen!
Allee, ja, nee. Ja, jij ja. moet wel ook nog veel doen. Ja, we moeten allebei nog veel doen. Maar ik weet niet wat ik dan moet doen. Jawel, we moeten samen nog heel veel bekijken, toch? Ah ja, dat is waar. We moeten nog heel veel bekijken. Ja. Catfish en thuis en... Nee, nee. We moeten serieuze dingen. Ja, serieuze dingen bekijken, hè. Serieuze toestanden van de bank en zo. Ja, work. Ik heb dat wel voor een heel groot deel gedaan. Just saying. Ik heb al heel veel opgeschreven. Zo ben ik dan weer. Ik heb me voorbereid. Kijk, ik ben benieuwd. We working very hard. Trouwens, ik ga mijn iPad mini verkopen. Normaal staat dat al online, Sam, denk je? Ik ga het nu aan het doen. Ah ja, oké. Okay. Dan staat dat al online bij deze vlog met dit hoesje. Oh, ik vind het spijtig, maar ik gebruik hem niet meer zo heel veel. En ik ga ook mijn Louboutins verkopen. Nooit aangehad. Die zien er zo uit. Sandaaltjes. Maar ik zal alles hieronder linken. Stel dat dat iemand zou interesseren. Als het nog niet weg is of zo natuurlijk. Bye bye iPad. We zijn nog altijd bezig. Amai, ik ben moe. Het is 5:01. S'nachts. Dus ik denk dat het tijd wordt om 6 te slapen. Want Sam moet om 7:00 weer op. Mm-hmm. Maar we zijn bijna eruit, denk ik. Hè? Ja. Hij is me zo goed aan het helpen. Doen ons best, hè? Ik zei al, je moet boekhouder of zo iemand die zo... Nee, dus dat elke dag constant 8 uur aan een stuk moest doen. Ja. Nee, je bent daar echt heel goed in. Je bent echt goed daarin, zo, en al die berekeningen maken en zo. Ja, maar ik doe dat niet zo graag. Maar soms moet dat gewoon gebeuren. Weet je van wie je dat hebt? Voor mijn mama. Ja, je mama kan dat ook heel goed. Die kan dat nog beter. En die doet dat ook graag, ja, denk ik. Ja. Dat is wel belangrijk. Allee, in die haar job, want ik denk dat die dat ook wel zoiets een beetje doet. Ja. Dus ja, dat heeft dat wel de moeder, ja. En ondertussen zit mijn andere vriend op mijn schoot. Hey. Oei. Ai, ai, ai. Wat was dat? Hoestekus. Hoestekus. Wat ga je hier in je haar hangen? Wat heb je weer in je haar hangen? Wat eten? Of zo. Zoiets. Milkietje. En maar lekjes geven. Altijd. Melk. Melkie heeft een stinky adem. Ruik het? Oeh ja. Oh ja, stinkt naar veel hè. Stink je een beetje naar vis? Ja. Ik ben moe. Het is bijna 1:30. We zijn er. Amai. En ik heb kou. Ja, de chauffage is niet, hè? Afgevallen. Plus ik ben heel moe, dus dan krijg het heel kou. Ja, ik ook. Time to sleep. Dank je om mij zo goed te helpen. Dat is graag gedaan. Samen is echt het beste. Be there for you. Hè. Nee, al ja. Het is toch gewoon samen alles bekijken. Dat is niet gewoon. Echt niet. Vraag het maar aan heel veel vrouwen. Dat is echt niet gewoon. Niet elke man of zo doet dat hoor. Je bent gevaarlijk en apart. Nee, dat is niet waar. Maar dat is toch gewoon... Ik wil je gelukkig zien. Als jij gelukkig bent, ben ik gelukkig. En dat is gewoon... Sommige dingen moeten gewoon... gebeuren toch? Om daarvoor te zorgen. Al is dat. Als het is één keer tot 1:30 s'nachts wakker om ervoor te zorgen, maar wat maakt dat één keer uit? We zijn de beste. Maakt niet uit. Laat je gewoon zeggen dat je de beste bent. Nee.
Ja, laten we gewoon zeggen dat we nu gaan slapen. Ja, oké. Wij gaan slapen, maar we zien jullie morgen weer. Morgen. Ah nee, morgen is het een speciale andere video. Maar overmorgen is er terug een gewone vlog. Ja. Dus. Maar ik hoop dat jullie de video van morgen ook leuk gaan vinden. Maar ik ben zeker van. Ja, ik ook. Slapen. Morgen.